Ik speel Sonja en dat is een medewerkster van de winkel van de vader in het gezin. En uiteindelijk, ik weet niet of ik het moet verklappen, maar ja, ik doe het gewoon de minnares ook van de man. Dus ja, dat is stiekem wel een leuke rol. Het is ook een grappige rol, hè? Ja, ik vond het heel leuk. Het is eigenlijk een hele gewone vrouw die dus in een meubelzaak werkt. En ik vond het grappig, de kleding die ze aan had. Het was allemaal heel erg wat ik zelf nooit zou dragen. En dat was heel leuk om te doen. Het is een lieve vrouw. En ik vond het ook grappig, ja. Ja, ik heb het zelf nog niet gezien, dus ik weet nog niet hoe grappig ik precies ben. Maar ik hoop echt dat het leuk is geworden. En het waren echt leuke scènes allemaal. Ik ben oma Toetie. Nou, dat zie je wel. Ja, kijk, als je deze leeftijd hebt, dan kan je geen jonge meid spelen natuurlijk. Nou, het zou best een keertje leuk zijn om dat ooit eens een keer te kunnen doen. Ja. Maar dit is ook een fijne rol? Absoluut een fijne rol. En we hebben gewoon, zeg maar, in die periode echt toch een ongelooflijk leuke band opgebouwd. Ja, ik ben blij mijn familie weer terug te zien. Ik ken Luc heel goed en dat was heel leuk en heel vertrouwd eigenlijk. En ik vond ons wel een goed setje. En ik vond het ook leuk dat je denkt bij minnares meteen aan, oh, dat is de vijand of de foute vrouw. Maar het is gewoon een hele liefdevolle relatie tussen die twee. Dus je snapt ook dat ze elkaar leuk vinden. En ik speel ook geen gemene vrouw. En dat vond ik wel mooi aan deze serie, dat het dus heel... het is niet zwart-wit, iedereen heeft ergens wel gelijk. Je begrijpt iedereen wel. Hoe ging het op de set dan? Eigenlijk heel erg leuk, heel erg familiekaal. En, en Dana, een waanzinnige regisseuse. Nee, eigenlijk alleen maar gewoon heel erg leuk. En nu dan in première op het NFF, is dat bijzonder voor een serie? Volgens mij is dat wel bijzonder. Ik heb het in ieder geval nog nooit zo meegemaakt. Ik ben hier natuurlijk heel vaak geweest, maar altijd voor speelfilms en... Ik vind het heel leuk, want dus, ja, je ziet eigenlijk overal, ook in Amerika, natuurlijk een enorme verschuiving naar series toe. Ik kijk zelf ontzettend veel series en ik vind het wel leuk dat daar wat meer aandacht voor komt. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb er nog helemaal niets van gezien. Ze hebben me wel wat afleveringen toegestuurd, maar ik vond het zo eng om het terug te zien. Dus ik laat me vanavond gewoon... verrassen of teleurstellen. Dus of zo. Tenminste de rol wat ik dan in deze serie speel. Ja. Wat verwacht ik ervan? Ik verwacht eigenlijk dat het heel erg leuk wordt. Ik maak me helemaal geen zorgen. Ik ben totaal niet zenuwachtig. Dat wil wat zeggen. Dan... Is dat wel eens anders? Ja, dat is wel eens anders. Nou, heel vaak heb je, als je natuurlijk echt een grote rol hebt, dan heb je het wel ook al gezien voordat de première is. Dus dan weet je waar je naartoe gaat. Maar ik kan me soms wel zorgen maken over reacties van mensen. Maar nu heb ik dat eigenlijk niet. Omdat het zo'n liefdevol, leuk, mooi project is met ontzettend leuke mensen en een goed script. Dus nee, ik maak me geen zorgen. Ik heb hoge verwachtingen eigenlijk. Ja, hopen dat het uitkomt. Voor de mensen thuis zou u kunnen aanraden waarom zij lekker op zondagavond ook moeten gaan kijken? Ja, natuurlijk. Om ons gewoon te zien en hoe dat dan in een Indische familie gaat. Ja, ik hoop natuurlijk dat mensen het heel leuk vinden. Ik heb van de mensen die het hebben gezien, heb ik alleen maar leuke dingen gehoord. Dus ik ga er stiekem een beetje van uit. Maar ja, ik hoop dat ze ontroerd raken en ook een beetje moeten lachen af en toe.